Het had niet veel gescheeld of je had nog de held geworden in Den Bosch afgelopen vrijdag. Heb je daar last van gehad? Heb je daarmee gezeten? Ja, gezeten valt wel mee, denk ik. Ik schoot hem lekker binnen, voor mijn gevoel. En hij werd goed eruit gehaald, dus helaas zat hij niet eigenlijk, ja. Was dat een grote gemiste kans uiteindelijk, dat je daar met 1 punt terugkeerde en niet met 3? Ja, dat denk ik wel, ja. Als je naar de wedstrijdbeeld kijkt, hadden wij in de eerste helft eigenlijk op voorsprong moeten komen. De tweede helft krijgen we ook een paar goede kansen. Aan het einde van de rit komen we goed terug. En al met al, ja, het is gewoon zonde als je geen 3 punten meeneemt. Nu wordt er deze week op zondag gespeeld. De rest van de keukenkampioen-divisie speelt natuurlijk wel vanavond. Ben je dan ook zo iemand die dan erachter gaat zitten, achter het schakelprogramma, of gaat kijken wat de concurrenten doen? Ja, ik volg de concurrenten natuurlijk wel. Maar voor de rest niet eigenlijk. Voor de rest zijn we bezig met ons eigen spel en daar werken we elke dag keihard aan. Maar het is natuurlijk wel belangrijk wat onze concurrenten vanavond doen. En dat neem je misschien wel weer mee. Zondag tegen Top Os. Is het dan een voor- of een nadeel dat je al weet wat zij gedaan hebben? Ah, het is geen voor- of nadeel. Wij willen elke wedstrijd winnen. En of Twente nou wint of wie dan ook of verliest. Wij willen zondag gewoon winnen en daar gaan we ons uiterste best voor doen. Dus dat maakt niks uit. Wat verwacht je van die wedstrijd van zondag? Ik verwacht dat wij er weer volop klappen. De boven de liggende partij zullen zijn. Aan het eind van de rit verwacht ik van ons dat wij 3 punten hier houden. En dan duurt de competitie na die 3 punten die dan zondag hopelijk gepakt gaan worden nog een wedstrijd of 4. Daarna mogen vermoedelijk de play-offs. Met welk gevoel leef je naar die laatste periode toe? Ik ben daar eigenlijk nog niet zoveel mee bezig, maar ik ben meer met de competitie bezig. Ik ben elke week bezig om fitter te raken, beter te worden, het ritme vast te houden. En ja, zover kijk ik nog niet echt vooruit. Is het nog steeds op je 31ste ook dat je nog steeds bezig bent om iedere week stappen te zetten? Ja, als ik namens mezelf spreek is het voor mij heel belangrijk om elke week bezig te zijn, te trainen, te spelen. Dat houdt mij fit, houdt mij scherp en als de play-offs daar is, dan zal ik er klaar voor zijn. Nu heb je de laatste weken ook wat vaker op middenveld gespeeld, een positie waar je natuurlijk heel veel gespeeld ook hebt in het verleden. Centrumverleden heb je ook veel gespeeld. Heb je een voorkeur? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk speel ik gewoon waar de trainer me nodig heeft en middenveld bevalt me prima, maar daarvoor beviel het me ook prima achterin. Dus dat op zich maakt me eigenlijk helemaal niks uit.